kaartje gevonden? Ik heb dat op zolder gevonden, maar ik weet niet wat erop staat. Laten we dat snel kijken. Deze bijzondere slag begint al in 1915. Vanaf dit moment begonnen beide kanten nieuwe manieren te zoeken om de oorlog te winnen. De Britse ingenieur Norton Griffiths kwam met een geweldig plan. Hij wou veel efficiëntere explosies laten uitvoeren. De ontploffingen door de tunnelmijnen waren niet echt sterk genoeg. Hij slaagde er uiteindelijk in om een plan te bedenken waarbij ze onverwachts konden aanvallen en waarbij er veel doden vielen. Hij had het plan om niet boven, maar wel onder de Duitse troepen te graven. Hierbij zouden de Britse troepen 15 tot 40 meter onder de Duitse vijanden graven. Pas in 1916 begon het echte graafwerk. In maart 1916 worden de Duitsers getroffen door een eerste ontploffing. Ze zijn erg in de war en hebben totaal geen idee hoeveel ontploffingen er nog zullen volgen. Wat ze wel weten is dat de Britten hen ondergraven. De exacte locaties ervan proberen ze dan ook zo snel mogelijk uit te vissen. In juni 1917. De Britse troepen laten 19 dieptemijnen ontploffen. Hierdoor konden ze van de gelegenheid gebruik maken om zowel Weidschaten als Meessen te veroveren. De Duitsers zien hun nederlaag in en trekken zich terug. Uiteindelijk werden er maar liefst 24 locaties volledig ondergegraven. Het dodental was enorm. Ongeveer 25.000 Duitse en 17.000 Britse soldaten lieten het leven bij deze slag. Maar de positieve sfeer bij de geallieerden kon niet kapot. Het was namelijk de eerste keer dat er aan het westelijk front meer doden waren van de verdedigers dan van de aanval. Na deze aanval hadden de Britten meer dan 7 kilometer terreinwinst, wat toen heel veel was. Na een saaie veldslag kijken kan ik elke dag uit de geschiedenis. Zeg een beetje respect, hè. Dat is wel van mijn overgrootmoeder, hè. Maar wacht eens, er staat nog iets op. Sergeant, dit kan niet meer. De vrieskou is niet meer te harden en het water staat onder onze enkels. Zelfs ons voedsel en ons drinken zijn allemaal op. Heb je de stank al eens geroken? Als de Britten op de stank afkomen, vinden ze ons direct. Zelfs de ratten vallen hier dood. Als het zo voortgaat, sterven niet voor ons vaderland, maar door het vaderland. Als jullie niks aan de situatie veranderen. Zo erg is dat allemaal niet. Je kunt niet zeggen dat je tijdens de oorlog zomaar rond een kampvuurtje kunt zitten. Als ze willen, hoef je daar geen zorgen meer om te maken. Maar sergeant, u begrijpt het niet. Het is niet een kwestie van niet willen. We kunnen gewoon niet langer. U zijn de enige die erover klaar. Zijn jullie wel echte soldaten? Echte soldaten zijn sterk, dapper en gaan voor niets of niemand opzij. Jullie zijn net zoals mijn schoonmoeder, die zaagt ook zoveel. Maar sergeant... Niets te maken. Hoe lang moet ik die soldaten nog opweppen? Hoe lang duurt het voor ze opgeven? Oh, ik moet iets verzinnen om hun hoop te geven. Officier, we moeten iets doen. De omstandigheden zijn zodanig slecht dat de soldaten beginnen klagen. Ik weet dat het niet leefbaar is, maar we kunnen niets doen. We kunnen alleen maar afwachten. Of wacht, ik heb een idee. We moeten een plaats vinden zodat de reservesoldaten droog kunnen slapen. Dat zal hun moraal al veel verbeteren. We sturen enkele soldaten op pad om onderdak te vinden. Dat is een uitstekend plan. Ik ga ze direct verwittigen. Ja. Soldaten! Jullie talen om oplossing, wel hier is er een. Enkele soldaten gaan droog slapen en zoeken we de reservesoldaten. Bram en Warren, ik zal voor dat jullie dit doen. Ja, sergeant. We vertrekken voor dag en dauw om op zoek te gaan naar een geschikte plaats. Opstaan, Warren. Vandaag moeten we een plek vinden om droog te kunnen slapen. Zonder dat kunnen we niet overleven en gaan we dood. Je hebt gelijk. Pak je spullen en laat je wapen. We zijn weg.
het was wel slim om terug te gaan naar het café. Ze gaan ons nooit allemaal laten gaan. Het is onze kans om hier te ontsnappen. Ja, dat is wel waar, maar... Ja, zouden we geen telegram sturen naar de rest, zodat ze ook kunnen achterkomen? Ja, dat is misschien een goed idee. We zullen een telegram sturen en daarna zullen we terugkeren naar het café. Maar is dat niet gevaarlijk? Is dat niet gevaarlijk? Er gaat niemand meer op wacht staan dan? Oh nee, het is al lang geleden dat er een bom is ontploft. Ik ben er zeker van dat er geen bom meer zit hier. Oké, is goed, dan zijn we. Alsjeblieft, we hebben dat telegram net binnengekregen van de verkenning. Alsjeblieft. Maar dat is verschrikkelijk. Als anderen dit te weten komen, gaan ze hun concentratie en werkers zo verloren raken. Want ze er nooit mogen op uitzien. We moeten dit verstoppen en waar en brand tegen. Ja, we doen het nu meteen. Madame krijgt twee pintjes, je bent verdiend. Alsjeblieft, dat is dan 50 frank, alsjeblieft. Het volgende rondje is van mij. We kunnen ons al direct nog nergens kwijt. Nog twee pintjes alstublieft. Alstublieft, nog twee van het lijst. Dank u wel. Oh, bij toch, lieveke. Maar het zijn de laatste, we moeten bijna door. Maar allee, doe niet zo flauw. Het is misschien de laatste keer dat we elkaar zien. Allee, nog twee. Maar kom maar, we moeten terug naar onze gracht voordat de Tommy's komen. Ja, heb je misschien gelijk. En voordat je zelf merkt dat we weg zijn. Zijn jullie echt bang voor je sergeant? Ja, nee, maar ja, kom. Waar heb je ze? Kom, dat zal je zien. Ah, toch een lieve baar. Ja, en helemaal een type. Ja. Oeh, we hebben ons familieerd, hè? Waar beter mee komen. In Flanders field the poppies blow, between the crosses, row on row, that marker plays, and in the sky, the larks still bravely singing fly. Scars heard amid the guns below, we are the dead, short days ago, we lived, fell down, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders field. Take up a quarrel with the foe, to you from failing hands we throw. The torch, be yours to hold it high. If ye break fate with us who die, we shall not sleep to poppies grow in Flanders field. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine.